Dit is Studio Erasmus, niet in Theater Rotterdam, waar we ons programma normaal opnemen, maar van achter de keukentafel, werkend vanuit huis nog steeds, bel ik elke week met een wetenschapper. Vandaag is dat Irene van Staveren, hoogleraar pluralistische ontwikkelingseconomie. En daarnaast al een ruim half leven migrainepatiënt. En in die hoedanigheid spreek ik haar ook nu. Ze schreef namelijk een boek, De Professor als Proefkonijn, over haar zoektocht als inmiddels uitbehandelde migrainepatiënt langs de randen van de wetenschap. In de hoop op een beter perspectief en meer wetenschappelijke kennis. En ik ga met haar praten over dat boek, maar ook over wat we kunnen leren van die zoektocht met betrekking tot haar vakgebied, de economie. Goedemorgen, Irene. Goedemorgen, Geert. Hoe is het met je? Ja, wel goed. Ja hoor, ja. Je bent hoogleraar pluralistische ontwikkelingseconomie. Ja. Wat is dat? Ja, het is een mond vol. Ontwikkelingseconomie is economie dat zich richt op ontwikkelingslanden. En pluralistisch betekent dat ik een diversiteit aan theoretische perspectieven beoefen in mijn wetenschap en in mijn onderwijs. En in tegenstelling tot de meeste economen die eigenlijk één perspectief hanteren. Ja, wat is dat ene perspectief dat zij hanteren? Officieel is dat de neoclassieke economische theorie, maar we refereren er meestal naar als de mainstream theorie. Ja, eventjes zonder gelijk een langdurig college in te duiken, maar mainstream economie moeten we vatten als? Dat is de theorie die ervan uitgaat dat markten zelfregulerend zijn en dat je dus zo min mogelijk overheid moet hebben, overheidsinmenging, want dat verstoort juist de marktwerking. Dus het is een economisch model wat uitgaat van de kracht, zelfregulerend vermogen van markten en ook het rationele gedrag van economische actoren op die markten. De invisible hand van Adam Smith. Ja, maar nou roer je gelijk iets aan wat een discussiepunt is. En je wou niet te ver in de discussie komen. Maar dat wordt inderdaad toegeschreven aan Adam Smith. Hij heeft twee dikke boeken daarover volgeschreven. Zegt men, nou, ik heb die boeken in detail gelezen met veel plezier. Blijkt dat hij die invisible hand maar één keer noemt. Oké. Nou, we komen nog op die kritiek op die mainstream economie. Maar ik wil eerst even beginnen over je boek. De professor als proefkonijn. Gaat over jou als migrainepatiënt en de zoektocht waarin jij terecht kwam, noodgedwongen. Sinds je studententijd schrijf je leidje aan migraine in wisselende ernst eigenlijk. Kun je uitleggen wat migraine is en wat het betekent om een migrainepatiënt te zijn? Vanuit een patiëntenperspectief. Is migraine iets waarvan je niks merkt en de buitenwereld niks ziet als je het niet hebt? En het slaat zomaar plotseling toe en dan heb je het wel. Mm-hmm. En dan zijn er wat voortekenen. Veel patiënten, ik ook, die krijgen ontzettende trek in zoetigheid. Ik kan zo een hele zak spekjes leeg eten en dat doe ik dan ook. Als het binnen handbereik is, de verleiding kan ik niet weerstaan. Ik eet dropjes, snoepjes, wat dan nog. En dan weet je gewoon, die aanval komt eraan. En dat kan een paar uur duren. Kan zelfs nog een half of een hele dag duren. Maar hij komt onvermijdelijk. Er is niets meer aan te doen. En dan begint het te bonzen, te kloppen. Altijd aan één kant. En bij mij ook heel vaak afwisselend. Dus toen ik mijn zoektocht begon, dacht ik, oh, daar zit misschien iets in. De ene keer links, de andere keer rechts. Maar dat is gewoon toeval. Dus dan begint het hier te bonzen achter mijn oog, achter mijn wenkbrauw, mijn oogkas en mijn slaap. En soms trekt het nog iets verder naar achter, maar het blijft hier zitten. En op een gegeven moment is het zo erg alsof iemand een schroevendraaier zo heel langzaam in je slaap of in je oogkas draait. En steeds strakker aandraait. Ja, je ziet dan gewoon scheel. En alles doet zeer. Ik ben overgevoelig voor licht, overgevoelig voor geluid. Dus als er omgevingsgeluiden zijn, of je moet zelf noodzakelijk een geluid maken door, je wil een glas water drinken. Want je hebt al uren niks gedronken bijvoorbeeld. Want zo'n aanval duurt uren, 24, 36, 48 uur. Dus je weet, je moet gewoon een keer wat drinken. Dus alleen al dat glas uit het keukenkastje pakken en op het stenen aanrecht zetten. Dan doe je al zo van, dat doet zeer. Dat gaat als een bliksemschicht door je hoofd. Ja, en verder, je moet liggen in een donkere kamer met een teltje naast je bed.
Op een gegeven moment val je gelukkig in slaap. Want je hersenen maken endorfine aan als je pijn hebt en dat verdoofd ligt. Dus op een gegeven moment val je gelukkig wel in slaap. Maar ja, de meeste keer als je wakker wordt, dan is het er nog. En dan zakt het, in de tweede helft zakt het wat af. En dan probeer je iets te eten of in ieder geval wat te drinken weer. En dan probeer je heel voorzichtig op te staan, gordijnen dicht. En ja, ik vind het zo'n verloren tijd. Dus ik ga dan toch maar mijn e-mails openen. En, ja. Maar goed, dat kan dan op een gegeven moment kan dat. Maar in die beginfase helemaal niet, hè? Nee. En de fase duurt lang. Je omschrijft dat zo'n periode kan meerdere uren duren. Soms wel meerdere etmalen. Ja. Hoe vaak per maand heb je dat? Nou, dat is omhoog gegaan vanaf mijn studententijd. Zo'n 3 keer, 4 keer per maand. En bij vrouwen hangt het vaak samen met de menstruatiecyclus. Dus je weet ook een beetje wanneer zo'n aanval komt. Maar ja, je kan er toch niks aan doen. Dus zoveel helpt dat niet. En gaandeweg, bij mijn 2 zwangerschappen waren ze verdwenen. Dat is ook bekend. Gewoon 9 maanden geen migraine. Geweldig. Dat is geweldig. Ja. Alleen in het kraambed krijg je een hele extra zware. Dus dat is wat minder geweldig. En een paar jaar geleden begonnen ze toe te nemen. Ieder jaar zag ik, heb natuurlijk als wetenschapper hou ik diagrammetjes bij. Ik heb een geweldig Excel-sheet met 2000 cellen ingevuld inmiddels. En ja, het werden er dus 2 jaar geleden zelfs 20 per maand. Ja, dat betekende, schrijf jij in je boek, dat je op een gegeven moment eigenlijk bijna niet meer kon werken. Een paar uur per week. Je was overspannen, je zat bij een bedrijfsarts. Ja. Probeerde van alles, zonder resultaat. Wat was voor jou het moment dat je dacht, dit kan echt niet langer? Eigenlijk vanaf het moment dat ik moest toegeven aan mijn leidinggevende, de rector van het instituut, dat het niet goed ging. Gewoon, het was mijn jaargesprek, weet je wel, zo'n jaarlijks gesprek. En ze vraagt heel onschuldig, hoe gaat het met je? En toen begon ik te huilen, tot mijn eigen verbijstering ook. Ik kon gewoon niet meer wat ik al die jaren had gedaan volhouden van, ja hoor, gaat wel goed. Het ging niet goed. Ja. En ik kon gewoon, ik kon het de schijn niet meer ophouden. En toen stortte ik in en huilen. En nou ja, ze heeft me naar de bedrijfsarts doorgestuurd. En zowel zij als de bedrijfsarts zeiden gelijk van, oh, eerst een paar maanden even helemaal niet werken. En dan zien we wel. En emotioneert het je nou weer als je eraan terugdenkt? Ja, het emotioneert me nog wel wat. Ja, ja, hoe komt dat dan? Ja, dat is wel een goeie. Ik denk omdat ik er zoveel jaren alleen mee heb rondgelopen. En misschien ook wel stoer heb gedaan. Het gekke, ik heb inmiddels 3 bedrijfsartsen gehad. En de eerste die complimenteerde me dat ik nog zo lang had doorgewerkt. En dat vond ik, dat ervaarde ik als een compliment. En later was ik thuis. Ik denk, dat is helemaal niet goed. Nee. dat ik me zo lang sterk of stoer heb gehouden, is eigenlijk ook wel heel slecht geweest. Ja. Ik had het eerder aan de bel moeten krijgen. Je hebt te doen met jezelf dat je zo lang ermee hebt rondgelopen. Ja, dat heeft wel een hoop kapot gemaakt eigenlijk. Ja. In mijn gezondheid. En ik ben op een gegeven moment ook bij mijn man weggegaan. Ik kon hem niet meer om me heen verdragen. Nou ja, gelukkig is het goed gekomen. Maar dat was een dubbeltje op zijn kant. Ja. En dus ja, en ik heb mezelf heel veel ontzegd. En ik denk, ja, allemaal omdat ik dacht, er is toch niks aan te doen. Ja. Wat natuurlijk ook zo is, want nou ja, er is geen medicijn. Maar er is dus wel, en net vroeg hoe een aanval gaat, er bestaat wel symptoombestrijding. Dus je kunt een pilletje nemen, en dat deed ik dus ook heel vaak. Een pilletje nemen waarmee je de aanval afkapt. Dat werkt na een uur ongeveer. Dus je voelt je eerst een half uur tot een uur voel je beroerd. En je moet hem natuurlijk een beetje op tijd nemen. Maar niet te vroeg, want dan werkt hij ook niet. Want die aanval moet eerst op gang zijn, anders kan hij niet afgekapt worden. En dan, dan gaat het wel, weet je. Dan functioneer je op een lagere versnelling. Een beetje zoals je zou functioneren als je zwaar verkouden bent. Dat je een beetje struikelend door de dag en niet kan afwachten totdat je eindelijk naar huis kan gaan en denken, ah, lekker, nu even. Maar je probeert toch nog alles te doen.
En nou ja, met wat hoofdpijn en een lichte misselijkheid, de verschijnselen, een stijve nek, moeilijker uit je woorden kunnen komen. Mijn niveau van Engels, dat zakte opeens naar middelbare schoolniveau, wat lastig ja. is. Maar goed, het was het enige wat voorhanden was en het werkte ja. een beetje. Maar het is niet zo raar dat je ook dacht van ik moet hiermee leven. Want dat is ook min of meer wat je te horen kreeg van de artsen hè, bij het migrainecentrum aan de ja. Universiteit Leiden volgens mij. Hè, waar je op een gegeven moment uitbehandeld naar buiten liep. Waar ze tegen jou zeiden, ja, mevrouw Van Staveren, het is dikke pech. Maar u kunt eigenlijk maar gewoon een derde of de helft van de maand functioneren. U moet ermee leren leven. Ja, in feite wel. Plus dat je dan nog een waarschuwing meekrijgt van en niet te veel migrainepilletjes nemen. Niet mm-hmm. meer dan 4 per maand en veel succes. Ja. En ja, toen zat ik toch nog op tussen de 8 en 10 aanvallen per maand. Dus ja, dan denk je, wacht even. Als ik niet meer dan 4 keer een pilletje mag nemen, moet ik dus de rest van mijn leven zo'n 4 aanvallen tot 6 aanvallen per maand uitzitten. Ja, nog afgezien van, ik bedoel, die pijn, ik heb het nooit meegemaakt. Ik kan me voorstellen dat die pijn ondraaglijk is, maar het idee ook ondraaglijk is dat je een derde of de helft van de maand gewoon aan dagen moet inleveren waarop je niet dingen kunt doen die je eigenlijk zou willen doen. Ja. Zoals werken, daarom met je geliefde zijn, wandelingen maken over het sporten, heleboel dingen kunnen dan niet. En ik heb ook, ja, ik heb 25 jaar geroeid, hartstikke leuke roeiteams, 4e, 8e, de Head of the River Amstel geroeid. Ja, daar ben ik gewoon een paar jaar geleden mee gestopt. En daar begin ik ook niet meer aan. Het gaat nu heel goed met mij, maar ik durf het niet meer aan. Ja. Er zijn dingen die ik kan doen. Kun je, want je hebt het is een boek van ruim 300 pagina's. Dus we zullen ongetwijfeld niet alles kunnen bespreken. Maar kun je de zoektocht die jij startte eigenlijk, en die je beschrijft vanaf dat dieptepunt dat je bij je leidinggevende zat. Kun je die schetsen? Wat heb je, wat ben je gaan doen? Het bloed kruipen waar het niet gaan kan. Ik ben wetenschapper. Dus ik had natuurlijk allemaal vragen over wat is migraine? En vooral, wat is de oorzaak van migraine? Ja. En dus ik ben gaan lezen. Want ja, of je nou econoom bent of medicus, je hebt gewoon toegang tot de universiteitsbibliotheek, tot alle tijdschriften. Er staan geen schotten tussen de disciplines. Dus ik ben me langzaam gaan inlezen in de neurologische literatuur. En toen vandaar kwam ik ook op andere disciplines. En ik heb me de taal een beetje eigen gemaakt, de manier van onderzoeksmethode die toch weer anders is dan in de economie. En ik ben me gewoon helemaal suf gaan lezen. Ik ben ontzettend gaan lezen, samenvattingen gemaakt, inzichten gaan opschrijven. En van het ene artikel kwam ik op het andere artikel. En uiteindelijk heb ik gewoon een heel breed literatuuronderzoek gedaan over migraine. En waarin ik veel meer te weten kwam dan, denk ik, mijn behandelende artsen weten. Mm-hmm. Want de consensus bij die behandelende artsen is eigenlijk, we weten niet precies wat het is. We weten niet precies hoe de werkzame symptoombestrijdende medicijnen werken. Alleen dat ze een beetje werken. Er is heel veel onbekend, hè, over migraine. Ja, er is heel veel onbekend. En er is een theorie. En die is eigenlijk al vrij lang geleden begonnen. En dat wordt genoemd de prikkeldrempeltheorie. En het idee daarvan is, je hersenen krijgen allerlei prikkels, hè, bijvoorbeeld veel licht of geluid, of wat dan ook. En op een gegeven moment zijn er zoveel prikkels, dan gaan je hersenen over een drempel heen en dan begint er een migraineaanval. Dus dat was de theorie. En wat ik zo vreemd vond, is dat die theorie zich richt op die aanval. He, er is een drempel en dan begint er een aanval. Maar wat daar aan vooraf gaat, daar werd niet over geschreven. En het enige wat ik tegenkwam is van, ja, die prikkels, ach, dat kan van alles zijn, dus het heeft geen zin om daar het wetenschappelijk onderzoek op te richten. We moeten ons richten op hetzij het verlagen van die drempel met behulp van medicatie, hetzij het minder prikkelbaar maken van dat brein, maar ja, met medicatie. Ja. En inderdaad, het meeste geneeskundig onderzoek naar migraine, maar natuurlijk ook naar een heleboel andere ziektes, wordt gedaan in samenwerking met de farmaceutische industrie, in de hoop dat er een medicijn gevonden wordt. Ja. Maar het probleem met migraine is dat
er wel een consensus is dat de oorzaak ligt in die prikkels, maar tegelijkertijd een consensus van ja, daar kunnen we niet aan beginnen. Ik bedoel, daar kunnen we nooit een oplossing voor vinden, dus laten we een chemisch stofje ontwikkelen. Ja. Wat dan hopelijk de boel oplost. En wat ik tegenkwam in de literatuur, is skepsis daarover. Ook van een aantal neurologen. En niet alle neurologen bewandelen dat pad van we zoeken een stofje en daar zoeken we een medicijn op wat werkt. Maar ook neurologen die ook zeggen van nou, migraine is eigenlijk een veel complexer systeem. En of we het nou leuk vinden of niet, we moeten breder kijken. Ja. En zo bleek er een sterk verband te zijn tussen migraine en chronische stress. En dat verbaasde mij, omdat ik keer op keer van mijn artsen heb gehoord, eerst in het lokale ziekenhuis en toen in dat migrainecentrum in Leiden, dat er geen relatie is tussen migraine en stress. Wacht even. In de wetenschappelijke literatuur kom ik dat verband wel tegen. Maar wat bleek nou? Er is een verwarring over eigenlijk wat stress is. Er is een heel klein onderzoek gedaan door wetenschappers in Leiden. En die hebben gewoon gekeken naar... die hebben een aantal migrainepatiënten gevraagd om bij te houden of ze een stressvolle gebeurtenissen hadden meegemaakt. En wanneer er een volgende migraine kwam. Om te kijken of er inderdaad een verband is op vrijdag een stressvolle gebeurtenis. Acute stress, een stresstrigger. Precies. Ja, ja. Precies. Nou, daar bleek geen statistisch verband. En toen ik die literatuur las, begreep ik dat ook. Ja, dat is het niet. Want in de literatuur wordt de relatie gelegd tussen chronische stress. Ja. En niet een migraineaanval. Maar, en dat was voor mij het grootste inzicht, de term het migrainebrein. En dat is zo interessant. Ik denk, ha, daar moeten we dus zijn. Want je hebt pas een aanval... Je kunt aanvallen krijgen pas als je een migrainebrein hebt. Dus wat is nou een migrainebrein? Wat onderscheidt mijn brein van jouw brein bijvoorbeeld? Ja, nou, en geef eens antwoord op die vraag. Nou, dat zijn vier dingen. Ten eerste, dit is in MRI-scans vastgesteld. Een migrainebrein heeft een kleinere hippocampus. En dat stuurt je geheugen. Dat verklaart ook waarom mijn geheugen zo achteruit is gegaan. Heeft een kleinere prefrontale cortex. De prefrontale cortex is zeg maar de manager van je brein, waar je dingen plant. En heeft een grotere amygdala, die amandelvormige kern in je emotionele brein, wat vooral angsten... waar angst zit, je angstcentrum, maar ook hoop gepieker. Mm-hmm. Dus dat wordt juist groter. Dus je piekert meer en je hebt minder planning en minder geheugen. Maar uit hetzelfde onderzoek met MRI-scans van de breinen van mensen met langdurige stress, tonen exact dezelfde veranderingen in het brein aan. Een kleinere hippocampus, een kleinere prefrontale cortex en een grotere amygdala. Plus er is nog een overeenkomst, de centrale rol van de hypothalamus. Migraineonderzoekers hebben inderdaad gevonden dat de hypothalamus, een klein orgaantje in het midden, ook in je emotionele brein, dat wel eens een belangrijke coördinator van het migrainebrein is en misschien ook van de aanvallen. En de hypothalamus die stuurt weer je stresssysteem aan, je autonome zenuwstelsel, waar je al die stressgevoelens krijgt, hè? Hartkloppingen, zweten, snel ademen, dat zit allemaal, dat wordt gereguleerd door de hypothalamus. Dus dat zijn hele sterke overeenkomsten tussen een gestrest brein, langdurige stressbrein en een migrainebrein. En toen ik dat doorhad, wist ik ook naar welke prikkels ik moest zoeken. Ja. Want het zijn namelijk de prikkels die je stresssysteem aanzetten. Dus niet zomaar wat prikkels. Nee, ik kon nu gericht zoeken. En in de literatuur heb ik dus vervolgens gezocht naar wat voor prikkels zetten dat stresssysteem aan. Ja. En dan kom je bij een aantal categorieën prikkels. Want dit is eigenlijk maar, dit is één hoofdstuk uit je boek, hè? Of tenminste, de één deel van je boek, die rol van stress. Daarnaast ga je in op voeding. Er zitten hele veranderingen in over de rol van hormonen die daarmee samenhangen. Het is eigenlijk, wat ik er interessant aan vind, je stipte net even die farmaceutische industrie aan. Het is niet zo dat het boek een aanklacht is tegen
de wetenschap wordt gedomineerd door het grote geld en gaat naar de knoppen of wordt gecorrumpeerd door farmaceuten. Het is een zoektocht en er worden wat kritische noten gekraakt. Ja. Maar het is vooral een kritische analyse van de wetenschappelijke methode zoals die ook gebruikt wordt in de medische wetenschap, maar zoals die ook gebruikt wordt in de economie. En een van de je stipte dat net al een beetje aan, maar een van de onderzoeksmethoden die het een beetje moet ontgelden zijn de randomized controlled trials die bij die medicijnen, bij de effectiviteit van behandelingen een grote rol spelen. Kun je daar iets over vertellen? Ja, die de randomized controlled trials, dus gerandomiseerd dubbelblind onderzoek, dat is eigenlijk de geëigende methode in de geneeskunde voor het zoeken naar oorzaken van ziektes, maar vooral ook de ontwikkeling van medicijnen. Hè. Dan krijgt de een helft een medicijn en de andere helft een placebo. De gouden standaard, hè, wordt het genoemd in de wetenschap. Ja, de gouden standaard. En dat is natuurlijk redelijk succesvol als het gaat om hele specifieke ziektes waarin je goed kunt meten, die niet allerlei samenhang hebben met van alles en nog wat. Daar zijn natuurlijk ook succesvolle medicijnen uit voortgekomen. Denk aan de bloeddrukverlagers of zo. Er zijn allerlei succesvolle medicijnen uit voortgekomen. Het probleem is dat heel veel real-life situaties, zowel van patiënten als in de economie, veel te complex zijn om eigenlijk te voldoen aan de voorwaarden voor het succesvol inzetten van die methode. Degene die daar als eerste al kritiek op gaf, dat was een onderzoeker in 1926, dus dat is bijna een eeuw geleden. Mm-hmm. En die noemde zichzelf Student. En die publiceerde daarover, maar die werkte gewoon bij Guinness, bij de Ierse bierbrouwer. Ja, en die was ingehuurd om voor Guinness te onderzoeken hoe ze natuurlijk het beste de kwaliteit graan konden kweken voor mm-hmm. die verbouwen. Dus hij, met een landbouwachtergrond, hij was verantwoordelijk voor een aantal testvelden met verschillende soorten gerst en met verschillende soorten zaden en bemesting enzovoort. En hij begon met die randomized control trial, dus willekeurig een groot stuk grond in lapjes verdelen en dan willekeurig daar de verschillende zaden over verdelen en dan kijken welke het beste is. Maar hij kwam er al gauw achter dat dat helemaal niet zinvol was, omdat de grote lap grond variatie heeft in vruchtbaarheid. Er zijn natuurlijk stukken van die grond die meer in de schaduw liggen, want er staan mm-hmm. bomen. Er zijn stukken van die grond die dichter bij een slootje liggen, dus die natter zijn. Dat is nou eenmaal een natuurlijke variatie. Hij zei, je zou dus eigenlijk de grond niet random in lapjes moeten verdelen, maar heel bewust zorgen dat de velden met het nieuwe zaad even ver van de sloot liggen als de velden met het oude zaad. Daar moet je rekening mee houden. Nou, ja. Dat heeft hij gedaan. En toen bleek ook, statistisch gezien, zijn resultaten veel betrouwbaarder van de effectiviteit van het nieuwe zaad. En Guinness was natuurlijk al lang blij mee. Daar komt het meest succesvolle bier ter wereld vandaan misschien wel. Juist. Uit die. Ja. Ja. Hey, wat hier gebeurt is dat er inderdaad gedaan wordt alsof verschillende onderzoeksgroepen gelijk zijn en helemaal met elkaar te vergelijken zijn, dat mensen met elkaar te vergelijken zijn. Jij noemt een aantal keer in je boek de term N is 1. Verwijzend naar het feit dat jij helemaal niet grote groepen vergelijkt, maar dat je continu alleen maar op zoek bent naar wat zou mij kunnen helpen. Wat heeft jou uiteindelijk geholpen in die NS1 zoektocht langs de literatuur, maar vervolgens ook gewoon langs jouw kastje met je hebt van alles geprobeerd, toch? Klankschalen, tuinkruiden, thee zetten. Klankschalen niet, maar wel veel. Ja, nee, maar toch echt de randen van de wetenschap en ver daaroverheen toch ook af en toe? Nou, ik ben wel altijd sceptisch geweest over allerlei niet bewezen,
natuurgeneesachtige dingen hoor. Dat hebben mensen mij van alles gezegd, van dingetjes proberen. En veel dingen heb ik gewoon niet gedaan. Want wat was het raar? Want op een gegeven moment ben je wanhopig toch ook? En dan kom je misschien mensen tegen die zelf ook hoofdpijn hebben of migraine. Of die iemand kennen en die goed bedoelend allerlei adviezen bij je over. Wat is het raarste? Of wat kreeg je naar je hoofd geslingerd als goed bedoeld advies onder andere? Ik heb wel rare dingen gehad, ja. Ik zou naar een mesotherapeut moeten. En die meet dan bepaalde trillingen in je lichaam. Ja, dat is zo'n figuur. Dan moet je op zo'n plaat staan en dingen vasthouden in je handen volgens mij. Die gaat iets met energie door je lichaam heen meten. Ik denk dat het zoiets is. Maar goed, toen ik als student begon en migraine ontwikkelde, had mijn moeder natuurlijk medelijden mee met mij. En die hoorde via van een mevrouw, dat heette dan magnetiseren. En die wapperde dan zo met haar handen mijn aura schoon. Maar ja, dit hielp ook niet. Nee. Ja, ik heb wel rare dingen geprobeerd. Maar vanaf het moment dat ik nu die zoektocht begon, dacht ik, nee, ik ga me nu echt richten op waar wetenschappelijk bewijs voor is. Maar ik kwam wel uit bijvoorbeeld op kruiden. Maar ik bedoel, heel veel medicijnen zijn gebaseerd op kruiden, dus zo gek is dat helemaal niet. Het onderzoek is vaak wat minder groot, minder breed, minder systematisch. Mm-hmm. Medicijnen tegen malaria, die komen ook uit kruiden. Hè? Er is een Nobelprijs uitgereikt aan een Chinese onderzoeker een paar jaar geleden. Die heeft een geweldig medicijn tegen malaria gevonden. En dat is gewoon uit een plantje. Ja, want wat ginkgo noem jij onder andere, een aantal antioxidanten, sommige vitamine B, visolie. Kun je wat hielp jou op? Of nou, kun je de cocktail noemen die jou nu uiteindelijk... Want jij bent van iemand die meer dan 15 dagen per maand migraine had soms. Chronisch patiënt ben je dan, een chronisch migraine patiënt. Zijn jouw klachten gereduceerd met, ik geloof, 75%? Heb ik het goed? Nou, inmiddels wel 90%. Ja, ik heb wat goed. 1 of 2 aanvallen per maand. Echt, het is geweldig. En die zijn ook niet meer zwaar. Ze zijn of medium of licht. Mm-hmm. Dus het lukt me ook nog vaak om het zonder het migraine medicijn uit te zingen. Mijn laatste zware aanval was in november, dus dat is een half jaar geleden. En wat zijn de levensstijl of wat zijn de tools die jij daarbij nodig hebt? Nou, dat zal ik je vertellen. Het is wel een hele rits, dus ik kan niet helemaal in detail op alles ingaan. Maar ik wil 1 stapje terugmaken naar dat migrainebrein. In die prikkeling, want ik ontdekte dus dat de relatie tussen chronische stress en migraine. En toen maar wat veroorzaakt die chronische stress? En toen kwam ik via de literatuur op een aantal wegen die dat stresssysteem onnodig constant belasten. Mm-hmm. 1 weg heeft te maken met je darmen en je metabolisme. Blijkt dus dat een relatief groot deel van migrainepatiënten heeft overgewicht. Nou, ik toevallig niet, maar ik zeg altijd, ik eet wel als een bootwerker. Ik eet gigantisch veel. Ik eet veel meer dan mijn man, dan mijn zoon. Dan, ik weet niet waarom, maar ik eet als een bootwerker. Dus er is ook iets in mijn metabolisme. Want ik merkte op een gegeven moment dat ik heel erg gevoelig werd voor wisselingen in mijn suikerspiegel. Als ik 's ochtends wakker werd, dan werd ik duizelig. En dan begon ik soms helemaal te trillen en kreeg ik hartkloppingen. Nou, zo kwam ik dus vanuit mijn eigen ervaring op symptomen die ik ging opzoeken. En op basis van een aantal keywords ben ik de wetenschappelijke literatuur op het pad gekomen. En toen dacht ik, insulineresistentie. Nou, dat blijkt inderdaad bij een aardig flink aantal migrainepatiënten het geval te zijn. Dus sterke schommelingen van insuline in je lichaam zet je stresssysteem aan. Want die moet dat weer proberen te balanceren. Maar als je chronisch gestrest bent, is jouw lichaam niet... En met stresssysteem bedoel jij aanzetten, bedoel jij, dat is een hormonale aangelegenheid, toch, grotendeels? Juist, dat is die hypothalamus hier, de hypofyse en je bijnieren, waarin cortisol en adrenaline geproduceerd worden. Ja. Dus dat systeem wordt iedere keer onnodig aangezet. Oh, ja. En hoe vaker dat gebeurt, hoe gevoeliger je lichaam wordt. Dus je zit in een vicieuze cirkel. Dus dat wordt aangezet door insulineschommelingen bijvoorbeeld. Maar ook darmen. Nou, ik heb al sinds mijn studententijd last van het prikkelbaar darmsyndroom. Nooit gedacht dat dat wat te maken had met migraine, totdat ik daarover las.
dat een relatief groot, hoog aantal migrainepatiënten ook last heeft van prikkelbaar darmsyndroom. Dus toen dacht ik, hey, niet helemaal toevallig dat ik ongeveer in dezelfde maand twee keer bij de huisarts zat. De ene keer vanwege prikkelbaar darmsyndroom en een maand later omdat ik twee migraineaanvallen had gehad. Ja. Maar nooit enige arts geweest die heeft gezegd van, joh, die twee dingen hangen met elkaar samen. Dus dat heb ik ontdekt in de literatuur. Dus er zijn wel degelijk onderzoekers die dat wel gespot hebben. Dus ik dacht, dan pak ik dat prikkelbaar darmsyndroom aan. Nou, heb ik daar weer wat het een en ander gevonden. Er blijkt dus een programma te zijn van aanpak van verschillende ziekenhuizen in Nederland. Dat heet het Reduce prikkelbaar darmsyndroom. En daar staan een aantal dingen zoals pepermuntolie. Dus ik slik twee keer per dag maagresistente capsules met pepermuntolie. Ze zeggen nou misschien ook prebiotica. Nou, ik slik prebiotica nu, een poeder in een glas met water iedere dag. En hier en daar wordt gezegd, nou misschien zijn die darmen ook gewoon overgevoelig voor moderne voeding. Dus ik at al gezond, maar ik ben nog gezonder gaan eten. En de suggestie was hier en daar van, nou misschien gluten, dat je die kan laten staan. Mm-hmm. Daar dacht ik over, dat heb ik nog niet gedaan, want ik was dol op brood. Ik denk, ja, ik ga mezelf ook niet alles ontzeggen. Maar een andere overprikkeling van het lichaam komt door een hoog oestrogeenniveau. En dat kan zelfs bij mannen voorkomen. En dat komt regelmatiger voor bij vrouwen in de overgang. Nou ja, mijn leeftijd. Ik denk, ja, ik zit wel een beetje in die periode, dus dat kan. En ook daar kwam ik ergens weer tegen. Maar dat was niet zulke sterke wetenschappelijke literatuur. Maar goed, wel van een arts die zei van, gewoon een tijdje stoppen met gluten eten. Dus daar ben ik mee gestopt. Dus ik eet geen gluten meer. Nou, hetzelfde verhaal van lactose. Dat kan ook een overprikkeling zijn van je darmen. Ik drink geen cafeïne meer. Dat was het enige voedingsadvies wat ik heb gekregen van migraineartsen. Mm-hmm. Geen cafeïne. En sulfiet, daar was ik als student achter. Want elke keer als ik wijn had gedronken, dan kreeg ik zeker een migraineaanval. En op een gegeven moment kwam ik er ook achter, dat kan niet de wijn zelf zijn, want druivensap krijg ik geen migraine van. Ja. Nou, het verschil tussen druivensap en wijn, niet alleen de alcohol, want whisky kan ik tegen. Even voor de duidelijkheid, hierbij is het dus geen sprake van een allergie of volledige voedselintolerantie, maar een gevoeligheid van je lichaam, denk jij, is jouw hypothese, hè? Ja. Op basis van dit NSE-onderzoek, een gevoeligheid van je lichaam, waardoor die prikkeldrempel net overgestapt wordt en bij jou een migraineaanval getriggerd kan worden. Toch? Heb ik het goed? Ja, ja, en de ontbrekende schakel is natuurlijk het niveau van de genen. Want je moet wel een gen hebben voor migraine. En inderdaad, er zijn ruim 40 genen gevonden die coderen voor migraine. Dus bij jou zal die prikkeldrempel nooit overschreden worden, want jij hebt die gevoeligheid niet en ik heb die gevoeligheid wel. Een soort perfect storm eigenlijk bij jou. En daar ben je een aantal in de loop van de jaren, dus een aantal, de afgelopen tijd, een aantal factoren uit gaan halen eigenlijk. Ja. Om te testen van wat gebeurt er nou. Voor wie heb je het boek geschreven, Irene? Voor drie doelgroepen. Ik weet dat dat heel ingewikkeld is. En dat het veel makkelijker voor de lezer zou zijn om een boek te hebben wat alleen voor die ene doelgroep was. Maar als schrijvende, ik kon niet anders. Mm-hmm. Dit was nou eenmaal het verhaal. Ik ben wetenschapper, dus ik heb het deels geschreven voor wetenschappelijk onderzoekers. Mm-hmm. Om hen aan te geven dat eigenlijk in hun eigen literatuur, maar vaak wat breder, hè, breder dan de neurologie. Want ja, voedingsleer, dus maag-darm-leverartsen heb ik ook de stukken van gelezen. Dus voor wetenschappelijk onderzoekers van, probeer nu wel eens die prikkels te onderzoeken en de oorzaken van die prikkels. Want ik heb gemerkt dat dat voor mij als migrainepatiënt het verschil maakt. Als ik die prikkels aanpak, heb ik veel minder aanvallen. Ik heb het idee dat ik dus van mijn migrainebrein aan het afkomen ben. Oh ja. Dus voor wetenschappelijk onderzoekers. Dan natuurlijk ook voor behandelaars. Want ja, mijn huisarts die zit ook met de handen in het haar. Die zou ook zo graag willen dat ze me wel had kunnen helpen. Dus ik heb suggesties van pak het breder aan. Als er een patiënt komt bij een huisarts, dan zou het zo fijn zijn als de huisarts zegt van, ah, hier heb ik een team voor. Met een psycholoog, met een diëtist, met een aantal mensen
Die jou gaan onderzoeken, vragenlijsten, dingen uitproberen. Ik denk dat dat echt zou helpen. Wat ik nu in mijn eentje heb uitgevogeld, dat kunnen artsen natuurlijk in het team veel beter. Ja. En ten derde, last but not least, de migrainepatiënt zelf. Ja. Over dat, wat je voorstelt, je hebt nu op jezelf getest, maar je doet wel degelijk aanbevelingen voor hoe andere migrainepatiënten ook beter geholpen zouden kunnen worden. Daarbij zeg je dus, er moet een multidisciplinair team ter beschikking komen, net zoals we dat nu langzaam zien bij, ook wel eens in dit programma geïnterviewd, Lisbeth van Rossum, stressonderzoeker van het Erasmus MC, die datzelfde doet met obesitas. Oh ja. Je zegt, daar moet je een geïntegreerde of gecombineerde lifestyle aanpak hebben. Daar zou je dus hier eigenlijk ook voor pleiten. Onderzoeken wat er per patiënt gebeurt en wat dus die ziekte veroorzaakt of verergert. Ja, ik denk echt dat daar de weg is. En uit de literatuur blijken gewoon een stuk of zes bronnen van prikkels. Dus zo groot en ingewikkeld hoeft het ook niet te zijn. We hoeven geen 20, 30 verschillende specialismen te hebben. Ja. En ze vallen netjes in drie categorieën. Hè? Dus die hormonen, vooral die oestrogeendominantie. Een categorie wat te maken heeft met je darm en je metabolisme. Dus die insuline en de prikkelbare darmsyndroom en eventueel obesitas. En dan een derde categorie, daar hebben we het nu nog niet over gehad. Dat is psychisch. Dat is slapeloosheid. Nou, daar leed ik ook al heel lang aan, insomnia. Bleek dus met een test dat mijn melatonine niveau veel te laag was. Mm-hmm. Angst en depressie. Dat kwam ik iedere keer tegen in de literatuur. Nou, ik ben gelukkig niet bevattelijk voor depressiviteit. Maar ik bleek wel een angstsyndroom te hebben. Wat ik me nooit had gerealiseerd. Ja, wel altijd een beetje een gevoel van gehad. Maar een gegeneraliseerd angstsyndroom. En dat betekent gewoon heel veel piekeren. En dat doe ik. Dat is voor mij mijn tweede natuur. Ik pieker me suf. Mm-hmm. Dus ik ben ook naar een psycholoog gegaan. En ik heb ook hulp gehad. En dat gaat nu ook steeds beter. Dus die drie categorieën. Psychisch, maag-darmstelsel, metabolisme. En geslachtshormonen, dat zijn eigenlijk de drie wegen waarlangs dat stresssysteem constant overprikkeld raakt. Ja. Dus als je die disciplines hebt in een behandelteam, dan denk ik dat je patiënten aardig kunt helpen. Ja, ja, ik vond het interessant om te lezen, ook heftig. Om te zien wat het doet met je. Hè? Want inderdaad, je ziet van de buitenkant, zie je het vaak niet. En ik denk dat het migraine ook wel een ziekte is waar mensen soms een beetje sceptisch over kunnen zijn. Dus dat ze denken, nou ja, oh, iemand heeft migraine, het zal wel, weet je wel. Als je nooit zelf hebt meegemaakt, dan... Dus het vloog mij wel naar de keel op sommige stukken. Maar tegelijkertijd is het, zoals je zegt, is een ondertitel ook van het boek, een hoopvol perspectief op migraine. Ja. Ik wil eventjes toe naar de link die je zelf ook legt met de economie en met de mainstream economie. Jij schrijft ergens, je zou crisis in een economie kunnen zien als een migraineaanval. Ja. Kun je dat uitleggen? Want de achterliggende overeenkomst is in beide disciplines, het geneeskundig onderzoek naar migraine en economisch onderzoek naar financiële markten, is dat er eigenlijk heel veel onderzoekstijd gestopt wordt in meten, in dingen die wel meetbaar zijn. En weinig onderzoekstijd en energie gestopt wordt in achterliggende verklaringen waar je een theorie voor nodig hebt. Mm-hmm. Dus in de geneeskunde, hè, wat ik zei, er wordt gewoon gezocht naar een medicijn. En hoe vind je dat medicijn? Door bloed af te nemen van een patiënt die een aanval heeft. Nou, en daarin is ontdekt dat bijvoorbeeld het serotonine niveau laag is. En daardoor is dat migrainemedicijn wat ik slik ontwikkeld, sumatriptan. Maar waarom het werkt, weten ze niet. Er is eigenlijk geen theorie, er is gewoon iets empirisch onderzocht. En daar is een medicijn op gemaakt. Ik ben heel blij dat dat er is, ik ben er ontzettend dankbaar voor. Maar we weten vervolgens nog steeds niet wat de oorzaak is, dat die serotonine opeens daalt tijdens een aanval. Ja. Dat is met een financiële crisis, de meerderheid van de economen heeft de crisis van 2008 niet aanzien komen.
En daar zijn ze ook op aangesproken. De Queen Elizabeth was op bezoek bij de London School of Economics vlak daarna. En die vroeg van, ja, waarom hebben jullie niet gewaarschuwd? En toen stonden ze inderdaad met hun mond vol tanden. En later hebben ze nog een brief gestuurd naar Haar Majesteit. Waarin ze zeiden van, ja, het is een schok. Het komt van buiten de economie en daar kunnen wij niks aan doen. En dat is de overeenkomst. En in beide gevallen is het alternatief een bredere blik die interdisciplinair is en die wel de waarom-vragen stelt. En ja, als econoom behoor ik tot de kleine minderheid die al heel lang riep van er worden bubbels geblazen in financiële markten, in huizenmarkten, er komt steeds meer instabiliteit in de economie. We moeten veerkracht bouwen in de economie om te voorkomen dat zich dat ontlaat in een grote crisis. Ja. Hoe kijk jij met die gedachte, met jouw achtergrond naar wat er op dit moment gebeurt? Een gezondheidscrisis die tegelijkertijd een ongekende economische crisis aan het veroorzaken is, op globale schaal. Ja, Een dreun die we sinds de jaren 30 niet meer hebben gehad, wordt het genoemd. nee, het is ernstig. Het is economisch echt heel ernstig. Maar er is een heel groot verschil met de financiële crisis. De financiële crisis kwam inderdaad van binnenuit het systeem, bouwde zich op. En deze crisis komt natuurlijk van buiten. Het is gewoon de lockdown. De reactie op het coronavirus is een lockdown. En ja, dat leidt tot een economisch drama. Dus in die zin is het verschillend. Ik denk dat de weg daaruit wel vereist dat we onze economie toch grondig aanpassen. Want wat deze crisis laat zien is een gebrek aan economische veerkracht. Onze economie kan geen stootje hebben, want we zijn zo gespecialiseerd, zo gefocust op efficiëntie en dan massaproductie in lage lonenlanden, waardoor we zelf geen mondkapjesfabrieken hebben, tekort aan beademingsapparatuur enzovoort. We realiseren ons nu dat een meerderheid van onze paracetamolletjes en aspirientjes komt uit een paar fabrieken in India. Moeten we dat wel willen? Ja, dit Zo'n toont eigenlijk land. de kwetsbaarheid van de manier waarop we die globale handel hebben ingericht, waarop waardeketens met elkaar verbonden zijn, enorm kleine voorraden, inderdaad efficiënt, weinig vet op de botten ook, zowel wat voorraden betreft als wat liquide middelen, waar je nu gelijk overal om ons heen bedrijven door in de problemen ziet raken. Dat is iets waar we vanaf zouden moeten, zeg jij? Ja, daar moeten we echt vanaf. Want dit zal niet de laatste gezondheidscrisis zijn of pandemie. En daarnaast hebben we nog de gewone financiële en economische crisis. Nee, we moeten naar een economie toe die veel robuuster is. Dat betekent dat we ja, wat meer rek erin moeten brengen. Dat doe je door het tegenovergestelde van specialiseren. Dat is namelijk diversificeren. Dus je moet iets meer niet helemaal terug van het een naar het ander. We zullen nog steeds internationale handel blijven hebben en dat is prima. Maar we moeten wel weg van die overspecialisatie. Dus we moeten wat meer diversificatie hebben en we moeten ook wat meer lokaal georganiseerde economie hebben. En dan kun je wel zeggen van ja, dat is sneu voor al die Chinezen die dan werkloos worden, die nu die producten voor ons maken, als wij meer zelf maken. Maar het is ook in het belang van de Chinese economie dat ze een meer lokale economie opbouwen. En dat kan, want er zit potentieel gewoon koopkracht van meer dan 1 miljard mensen. Dus juist Nederland als heel klein land heeft meer handel nodig dan een gigantisch land als China. En dus die moeten ook echt voor de welvaart binnen China en de verkleining van de welvaartsverschillen tussen Oost- en West-China veel meer zich richten op lokale productie voor lokale koopkracht. En ja, dat is een economie die inderdaad anders ingericht wordt daar en hier. Ja, dus voor Nederland betekent dat gewoon zelf onze paracetamol maken. Zelf weer een autofabriek in Noordoost-Groningen neerzetten. Nou, Nou, niet. landbouw doen we natuurlijk al een hoop aan. Maar is dat waar je naartoe wil? Gewoon veel meer lokaal produceren? In Europa lokaal produceren?
Nou, in Europa inderdaad. Het is natuurlijk onzin als ieder land nu zijn eigen auto's en vliegtuigen enzovoort produceert. Hoewel die vliegtuigen hebben voorlopig alleen maar een overcapaciteit. Nee, ik denk wel op Europees niveau. En dat er dus op Europees niveau toch een enige mate van zelfvoorziening zou moeten zijn van cruciale medicijnen bijvoorbeeld. En inderdaad voedsel. En ja, Nederland is een gigantische voedselexporteur, maar ook nog een gigantische voedselimporteur. Want we eten allemaal zo graag het hele jaar door appeltjes. Dus de helft van het jaar moeten die uit Chili komen, en druiven en kiwis. Maar we kunnen onszelf prima van voedsel voorzien. En dat kan ook allemaal een stuk minder, hè? Want de toegevoegde waarde van onze landbouwexport is vrij klein. We verdienen relatief veel meer aan de export van machines. Ja, nou is het één om te dromen of hardop na te denken over hoe die wereld eruit zou moeten zien post-corona. Of hoe die veerkrachtiger, robuustere economie eruit zou moeten zien. Het is twee om hem ook voor elkaar te krijgen. Ja. We hebben na nasleep van de economische financiële crisis van 2008 gezien dat het maar mondjesmaat mogelijk is om vernieuwing, bijvoorbeeld in de financiële sector, die destijds de banken flink een beroep moesten doen op de belastingbetaler. Hoe gaan we dat de komende jaren voor elkaar krijgen? Welke prikkels, incentives zijn er nodig om naar die robuustere economie van professor Van Staveren toe te gaan? Nou, ik denk dat er niet één recept is, dat er een aantal wegen tegelijk bewandeld moet worden. En een belangrijke weg is bottom-up. Je ziet nu juist in communities, daar zit veel veerkracht. Mensen komen met allerlei ideeën en oplossingen, hè, ook nu in de crisis. Daar komt denk ik veel vandaan en daar moeten we ook ruimte voor scheppen. Betekent ook deels wat andere regelgeving. Ik heb pas geleden in een artikel in het Financieel Dagblad met Peter Blom, de CEO van Triodos Bank, een artikel geschreven over commons. En dat er meer ruimte moet komen voor commons. Dus ja, common pool resources, eigenlijk gemeenschappelijk eigendom, wat gezamenlijk beheerd wordt ten behoeve van productie en consumptie in een community. Dus Coöperaties bijvoorbeeld. coöperaties is een manier waarop je commons vorm kunt geven. En het grappige is, als je kijkt na de financiële crisis, zijn juist de initiatieven voor een andere economie niet top-down gekomen, niet van de banken, maar van het lagere niveau, bottom-up. Zo zijn er dus hele dorpen en wijken die een windcoöperatie zijn gestart. Dus die kopen hun energie niet meer op de markt, die genereren hem zelf. En zo zijn er ook andere, de broodfondsen van de ZZP'ers is ook zo'n voorbeeld. Zelfplukboerderijen, moestuinen, er ontstaan allemaal kleine initiatieven bottom-up die veel robuuster zijn. Ja, en toch heb ik heel vaak bij dit soort dingen het idee, ik krijg er een warm gevoel van, maar het voelt, excusez le mot, toch soms als gepruttel in de marge. Snap je wat ik bedoel? Ja, maar dat is alleen als je kijkt naar het soort initiatieven dat mensen nemen. Hè. Zoals ik heb van de week een zelfgenaaid mondkapje gekocht. Hier een stukje verderop, want er bleek een mevrouw een soort pop-up winkeltje te hebben geopend. En die mevrouw is ver in de 70. Ze zei: ja, ik doe het tegen wil en dank. Ik vind het eentonig, maar de mensen vragen het, dus ik maak het. Dat soort initiatieven, de kneuterigheid. Een van de meest succesvolle bedrijven in het noorden van Spanje, in Baskenland, is de Mondragon Corporation. En dat is een coöperatie van meer dan 70.000 leden in Spanje. En ze zijn ook nog in tientallen andere landen actief. En het is gewoon een succesvol miljoenenbedrijf. Dit is niet iets wat vanzelf gaat, hè? Vind jij nou dat er bijvoorbeeld zoals Ewout Engelen, Jeroen Smit en Marcia Luyten onlangs samen met nog een aantal anderen in de Volkskrant, geloof ik, die riepen op tot die bedrijven die nu steun aanvragen en ook gaan ontvangen, leg die onder het vergrootglas en geef die alleen geld als ze duurzaam gaan produceren, lokaal gaan produceren, hun mensen en omgeving goed behandelen. Zijn er dat soort strenge regels die moeten gaan bijdragen aan die nieuwe economie? Ja, dat moet ook. Ik was trouwens een van de ondertekenaars, maar vanwege een vergissing is mijn naam weggevallen eronder. Bij deze. Ja.
Ja, dus dat is ook nodig, maar dan zit je weer bij top-down door de overheid gestuurd. En ik zie juist de meeste innovatie en de meeste energie komen bottom-up uit de samenleving. Maar natuurlijk moeten we dit ook top-down deels regelen. Maar laten we alsjeblieft niet te veel verwachten van de rol van de overheid. Deze crisis wordt aangegrepen door Jan en alle mannen om allerlei grote verhalen te verkondigen, hè? Grote transities, revoluties, het einde van het kapitalisme. Wat denk jij? Ik geloof daar wel in. Ja, nee, in die zin ben ik optimist. Ja, zoals je weet, heb ik Marx nog eens heel goed gelezen een paar jaar geleden. En daar heb ik tussen de regels door toch een aantal criteria gevonden van wat het kapitalisme kenmerkt. En ik heb ontdekt dat het helemaal niet zo ingewikkeld is om een markteconomie anders in te richten zonder die drie criteria. Dus het is gewoon mogelijk. Het is feasible om een andere markteconomie te hebben. En dat is natuurlijk de fout van mensen die denken over Marx, dat het de enige alternatief is een staatseconomie. Maar dit is helemaal niet zo. Dat heeft hij zelf ook niet gezegd. Hij was helemaal niet uit het alternatief. Hij focuste op wat er mis was met het kapitalisme. Dus ja, een coöperatief bedrijf is geen kapitalistisch bedrijf, maar kan prima functioneren op de markt. Dus Marx lezen in deze tijd. Ja, Jouw dat doe ik. migraineboek lezen. In ieder geval, nou ja, ik denk voor patiënten sowieso, voor behandelaars en onderzoekers, idem dito. En ik vond het ook interessant om als niet-migraine-patiënt, maar ja, iedereen kent wel iemand die migraine heeft, om het te lezen. Dank voor je verhaal over je boek. Complimenten met je zoektocht. Is ook spannend geweest, denk ik, ook om het zo op te schrijven. Laatste vraag. Wetenschap draait om peer reviews, om commentaren van collega's en conculega's. Je boek verschijnt deze maand, hè, geloof ik, komende Eind deze weken. maand, Ligt het in de virtuele boekwinkel en de fysieke boekwinkel. Wat heb je commentaar al ontvangen of gevraagd van migraine-specialisten? Nee, ik had een aantal meelezers, waaronder mijn voormalige huisarts, die was heel positief. En ik heb het gestuurd naar Denker des Vaderlands en arts. Daan Rovers, die heeft het gelezen en heeft een leuke flaptekst geschreven. En een ex-huisarts, Dick Bijl, die het boek Het Pillenprobleem heeft geschreven. En die heeft ook een leuke flaptekst geschreven. Maar ja, nu ligt het open inderdaad. En ik ben zeker bereid om in debat te gaan met mainstream neurologen hierover. Maar goed, ik pretendeer geen arts te zijn, geen medisch onderzoeker te zijn. Wat ook wel belangrijk is, ik waarschuw mensen, ook patiënten, ook in mijn boek. Don't try this at home. Bespreek alles wat je wilt doen met je huisarts. Want ik heb een aantal experimenten op mezelf gedaan die maar net goed zijn afgelopen. Dus ja, ik heb me dus in mijn adviezen aan patiënten gehouden aan wat de literatuur zegt. En niet mijn eigen stem erin gegooid van ik vind dat jij glutenvrij moet eten. Nee, ik zeg die en die literatuur suggereert dat. En verder wil ik ook niet gaan. Als de tijden het weer toelaten, misschien wel een fysiek debat met jou en neurologen, migraine-specialisten, artsen erbij. Ja, Zullen we dat ik hoop afspreken? dat. Ja, dat lijkt me wel leuk. Gewoon een open discussie. En wie weet wat eruit komt. Ja, Ja. dankjewel. Graag gedaan, Geert. Hoi.